Welkom bij onze tuin. Het vierde seizoen alweer. Ja, te gek hè? 4 jaar op rij. Ja, een feest om weer te mogen beginnen. En waar u gewend bent in voorgaande jaren dat we 1 groot project doen, gaan we dit jaar zoveel mogelijk kleine tuinen aanpakken. Tuinen van particulieren waar de tuin boven het hoofd gegroeid is. En waar ze om wat voor reden dan ook niet meer zelf in de tuin kunnen werken. Maar wel heel graag van hun tuin zouden willen genieten. En zo extreem als hier gaan we ze niet aantreffen, denk ik. Maar de laatste tijd krijgen we steeds meer geluiden dat er heel veel tuintjes verwaarloosd zijn. Mensen die toch wel graag van hun tuin willen blijven genieten en hulp nodig hebben. Ja, en wij gaan ze helpen en gaan het doen zonder een eurobudget. Met alleen maar gekregen spullen en natuurlijk met jullie van het Welland College. En voor de mensen die het niet meer wisten, wat zijn jullie ook weer voor school? Ja, we zijn een school met VMBO en MBO opleidingen. En ik zit zelf bij de afdeling groen. En ik leid eigenlijk met een aantal collega's jongens op tot vakbekwaam hovenier. Ja. En met die jongens gaan we ook aan de gang. Ja, nou die wil ik wel zien. Ik ga je voorstellen. Is goed. Oké, het idee is dus dat we dit jaar 7 tuinen van particulieren aanpakken. En dat betekent dat we elke week ergens anders zijn. En dat betekent dan weer een hele andere manier van werken. Want voorgaande jaren waren we wekenlang op 1 locatie. We hebben nu per week 1 dag... om de tuin te klaren. Dat is niet heel veel. En we gaan dat met een aantal klassen doen. We hebben 1 klas, dat is bij ons is dat de A13, dat is niveau 4, die doen werkvoorbereiding. En die heb ik in kleine groepjes verdeeld. En zij krijgen per groepje 1 tuin. En voor die tuin moeten ze moeten alles gaan inmeten en ze moeten eigenlijk de plannen maken en het hele proces gaan doen. En uiteindelijk moeten ze op de dag zelf zorgen dat ook die dag alles afkomt. En daarbij vliegen we andere klassen in om te zorgen dat we de klus hopelijk voor donker kunnen klaren. Goede uitdaging wel. Ja, want die jongens die krijgen hier op school niet alleen theorielessen, maar vooral ook heel veel praktijk. Ja, het is echt een combinatie. Ja. Dus ze krijgen en theorie en praktijk. En daarnaast lopen ze of stage of ze werken ook nog bij een bedrijf om gewoon eigenlijk helemaal allround te worden binnen het vak. En daar past eigenlijk het project van onze tuin, dat past daar heel goed in. Omdat eigenlijk alles samenkomt. Dus alles wat we in de theorie en in de praktijk oefenen, ja dat komt nu tot uiting in dit project. Maar krijgen zij dan ook echt een cijfer voor de tuin die ze maken voor onze tuin? Ja, we nemen het absoluut mee in de beoordeling. Ze worden best spannend. Hé, hey, Mark, wat vind je hiervan? Ik vind gewoon dat die sterk moet zijn. Maar wat ben je eigenlijk van plan met die tuinen? Het is een beetje afhankelijk van de plannen van de jongens wat we ermee gaan doen. Maar wat ze wel allemaal gemeen hebben, is dat ze eigenlijk allemaal onderhoudsvriendelijker moeten worden. Ze worden allemaal betegeld. Ik ben groendocent, hè? Dat denk je zelf. Ja. Nee, we moeten ook nog een beetje om de biodiversiteit en milieu denken. Maar de jongens zitten nu in de les, dus we kunnen even buiten gaan kijken. Leuk? Ja. Ik heb ze nooit zo stil gezien. Morgen. Nou, dit zijn de jongens die het project gaan doen. Ah, wij doen dus de tuin van familie Frankrijker in Houten. Wij doen de tuin van Mees, de 6-jarige uit Utrecht. Wij doen de tuin van Saskia Kip in Oud-Zuilen. En wij doen 2 tuinen. De tuin van Annie uit Utrecht en ook van Dick, ook uit Utrecht. Wij doen ook 2 tuinen in Rieneke uit Baren en Cor uit Woudenberg. Mark, valt er een beetje met hem te werken? Het is soms wat lastig. Het is te doen waarschijnlijk. Ja, want wie is nou de baas? Zijn jullie de baas in Woudenberg in de tuin van Cor of is Mark dat? Ja, wat zal het zijn? Dat zien we. Ik denk dat wij, want wij moeten de proef afleggen. Ja. Dus, Jullie zijn de baas. Jullie 3 zijn de baas. Hey, en hoe belangrijk is het cijfer dat jullie krijgen? Best groot, want het is voor de proeven van bekwaamheid, dus het moet wel goed gebeuren. Die proeven van bekwaamheid, wat is dat precies? Ja, dat is eigenlijk gewoon dat je een soort cijfer krijgt voor een heel jaar. Dat is eigenlijk gewoon 1 groot project wat je moet afronden. Ja, maar betekent dat als je deze tuin niet goed doet, dat je niet door dit jaar heen komt? Ik denk het wel. Is wel heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. We hadden het net al over biodiversiteit. Ja. Wat vind jij allemaal belangrijk in een tuin? Behalve dat?
Nou, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind in een tuin, dat er gewoon naast dat er natuurlijk plek is om te zitten, dat, er heel, hè, dat je wel je verharding hebt, dat er ook gewoon groen aanwezig is. En dat er plek is voor insecten, amfibieën en andere beesten. En dat we ook zorgen dat bijvoorbeeld het regenwater, dat het gewoon in de tuin blijft en niet afvloeit. Dus het moet gewoon een stukje natuur zijn. Ja, maar is het eigenlijk niet een beetje de trend dat vooral oudere mensen denken, ik moet zoveel mogelijk betegelen, dan hoef ik daar tenminste niks meer aan te doen? Dat klopt, maar op het moment dat jij ook met beplantingen zo in de tuin gaat werken, hoeft dat niet altijd zo te zijn dat je heel veel onderhoud eraan hebt. Hè, want daar kan je keuzes in maken, in type beplanting en natuurlijk ook alles wat op een goede plek staat. Maar het geeft ook een veel fijner milieu. Dus even samenvattend, je vindt dat er eigenlijk in iedere tuin ruimte moet zijn voor beestjes. Ja. We moeten hem niet dicht bestraten, want dat is niet goed voor de beestjes en niet goed voor het water, zo zat het toch? Ja, we hebben natuurlijk de laatste jaren heel veel extreme regenbuien. Ja. En dat veroorzaakt gewoon een hele hoop problemen. En we moeten eigenlijk naar streven dat het water ook op de plek komt waar het valt. Ja. En dat daar ook blijft. Ja, en dat het gewoon in de grond trekt en niet wegspoelt de straat op. Het moet op, ja. Iets heel anders. Mm-hmm. De voorgaande jaren hebben we iedere week tuintips gekregen van jouw leerlingen. Ja. Zullen we dat dit jaar gewoon weer doen? Ja, ik vind eigenlijk onze tuin zonder tuintips. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet, nee. Nou, oké, dan om u vast in de stemming te brengen. Deze maand kunt u veel doen voor uw vijver. Als u nieuwe waterplanten wil, dan kan dat nu uitstekend. Om uw gazon mooi en gezond te houden, is het belangrijk om het gras te controleren op zieke en kale plekken. Die stukken kunt u uit het gazon verwijderen en opnieuw inzaaien. Kijk uit naar planten die niet tegen vorst kunnen. Begin mei treedt er namelijk nog wel eens nachtvorst op. Pas na de ijsheilige, dat is 15 mei, is de kans hierop zo klein dat de planten geen gevaar meer lopen. Toen wij de eerste plannen kregen om particuliere tuinen te gaan doen, toen dacht ik ja, maar dat betekent ook voor iedere tuin alles opnieuw regelen. Mm-hmm. Maar toen zei jij, nee, want we hebben voor sommige tuinen altijd hetzelfde nodig. Ja, tuurlijk, we hebben altijd plantjes, grond, stenen en hout nodig. Ja, ja, precies. En toen dacht ik, dan ga ik eerst eens even langs een oude bekende. Ik ben er klaar voor om alles te regelen. Maar ja, het is wel een hele poel. Op naar Lopeker Kapel. Ja, heel goed. Fijn dat ik er helemaal kwam. Ja, hoor. We hadden al even gebeld. Ja, ja, ja. We gaan de tuin weer doen. Ja. Maar dit jaar niet één grote tuin, maar 7 kleintjes. Ja. En als we zo een beetje los kijken, hebben we voor alle tuinen hout nodig. Zullen we zeggen dat als u het te veel begint te vinden, dat u dan zegt, ja, nou is het klaar? Ja, is goed. Ja? Is goed. Ja, prima. Oké. Okay. Kijk, dit een schuttingje van bouwen, loswerk of een dicht schuttingje van rabat. Ja. Weet je wel, en ik heb ook nog schotjes staan, die staan daar, kunnen we even kijken. Schotjes? Schotjes, dat zijn er met de tuinschermen. Ja, 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 ja. En ergens zelf een plantenbakje van timmeren, heeft u daar ook nog iets voor? Dat kan ook van dezelfde deeltjes. Super. En hier staan de schermpjes. Oh ja. Ja, dat scheelt de jongens van het Welland wel heel veel werk. Dit maakt meters. Ja, ja, dat maakt meters, dat maakt opzitters. Ja. Ja. En eventueel met een paar paaltjes erbij. Daar. Ja, weet je wel, geïmponeerde paaltjes erbij, ja. Ja, en zo kun je het een beetje bij elkaar versieren. Ik krijg van Mark nog exacte boodschappenlijstjes. Ja. Mag ik dan af en toe wat komen halen met de aanhangertje? Ja, absoluut. Fijn. Tuurlijk, alles goed. Ja, ook zo. Super. Oh, graag gedaan. Snel handelen zo wel. Snel handelen, ja, daar houden we van. Hoor, hè? Ja. Daarbij denken we inderdaad aan producten voor de tuin. We hebben een beginnetje gemaakt met hout. Dat is mooi. Maar we weten pas echt wat we nodig hebben als de jongens met hun plannen komen. Maar er is wel een basislijst. Dus terug op de redactie ga ik meteen aan de slag. Bellen voor bodemverbeteraar, oftewel mest. Goedemiddag, met Margreet van Grils, RTV Utrecht. Welk gelegen?
Ja, ik bel over het televisieprogramma Onze Tuin. Wij maken dit jaar voor de 4e keer op rij een televisieprogramma waarin we een tuin aanleggen voor mensen die dat echt niet meer zelf kunnen. Ja. Nummer nee is ook een heel goed antwoord, hè? Begrijp ik? Schrijf het eventjes met je mee. Ik zie dat jullie bodemverbeteraar hebben en ik vroeg me af of jullie ons zouden kunnen helpen. Om hoeveel het precies gaat, weet ik niet, maar ik weet dat ik 6 kub tuinaarde heb besteld en daar moet het doorheen. Dan komt u misschien tot aantallen. Dat is veel. En heeft u enig idee wanneer u daar met elkaar over kunt overleggen? Voor de hele 6 kub is te veel. En heeft u misschien de gegevens van dat bedrijf? En dan zouden jullie het misschien samen kunnen doen? Wilt u ook nog niet iets over zeggen? Nee, ik snap het. Ik snap het. Zullen we afspreken dat ik u volgende week nog een keer terugbel? Dank u wel, zover. Dag. Gewoon doorbellen is het devies. En wat zijn mensen toch aardig. Maar ja, het is gewoon niet altijd voor iedereen mogelijk om wat te kunnen doen. Dag, fijne middag. Dit jaar richten we ons op verschillende particuliere tuinen in plaats van één grote tuin voor een kwetsbare groep. De reden daarvoor is dat mensen de afgelopen tijd steeds minder zorg krijgen vergoed, maar tegelijkertijd wel steeds langer thuis blijven wonen. Een van de eerste dingen die dan blijven liggen is de tuin. Tenminste, dat denken wij. Ik ga op onderzoek uit. Leonie, jij bent van ouderenorganisatie AMBO. Herken jij nou wat wij denken te signaleren? Dat steeds meer ouderen langer thuis wonen, problemen krijgen met huis, maar vooral ook met de tuin? Ja, nou ja, dat lijkt me gewoon heel erg logisch als mensen langer thuis wonen. En om je tuin goed te verzorgen, daar moet je ook echt fit voor zijn. Dan moet je geen last van je knieën hebben. Dus dat is een heel logisch gevolg. Tuinverzorging valt niet onder de huishoudelijke hulp van de WMO. Maar wat zeg je dan? Mensen die dus wel nog recht hebben op hulp in huis, die thuishulp, die mag niet in hun tuin komen? Nee, die thuis, dat valt daar niet onder, tuinverzorging en ook geen huisdierenverzorging. Dus dat maakt natuurlijk, een tuin maakt wel degelijk deel uit van je huishouden. Ja? Ja. Dus, je moet natuurlijk, dat zegt AMBO ook, zelf van tevoren ook wel een beetje in de gaten houden. Ja. Dat je tuin natuurlijk een beetje onderhoudsvriendelijk wordt. Maar er zijn wel, we worden natuurlijk, moeten steeds meer het hebben van elkaar en van mantelzorgers. Ja. Ik heb bijvoorbeeld in Utrecht gezien, dat je hebt ook Utrecht Centraal, daar zitten ook tuinvrijwilligers. Ja. Er zijn wel heel veel gelukkig initiatieven van mensen die elkaar daarmee willen helpen. Ja. Ja, heb je natuurlijk nog heel snel vrijwilligers die misschien niet zo heel veel verstand van jouw tuin hebben. Nou ja, je hebt ook heel veel vrijwilligers die op een flat wonen en die wel van tuinieren houden en zelf geen tuin hebben. Ja. En het is tuinieren, net zoals huisdieren ook, dat is gewoon ook heel erg leuk. Ben je eenzaam, ga met de hond lopen en je maakt met iedereen een praatje. Ja. En misschien kan je zelf niet meer op je knieën om de tuin te wieden. Maar als je het samen doet, is het ook wel heel erg leuk. Ja, we vinden het al heel normaal dat als het sneeuwt, dat je even het straatje van je oude buurvrouw meeneemt. Ja. Ja. Nou, waarom zou je dat met harken dan ook niet even doen? Nee. Ja, dat is ons doel ook. We gaan het maar met elkaar doen. We gaan de buurt erbij betrekken. We gaan vrijwilligers proberen te zoeken. En dan tuinen van mensen. Hartstikke leuk. Ja? Ja. Nou, goed. Ik heb begrepen dat jullie steeds meer aanvragen voor tuinonderhoud krijgen. Klopt dat? Dat klopt helemaal. Er zijn steeds meer mensen die bellen, vooral oudere mensen, die hun tuinen niet meer kunnen bijhouden, niet kunnen snoeien, hun onkruid er niet uit kunnen halen, geen plantjes meer kunnen planten. Dus het is echt een toename voor tuinenvragen, zoals wij dat noemen. Het begon vroeger, iets van 7-8 jaar geleden, zo'n 20 in een jaar en toen 25. Dus nu zie je al gemiddeld 100 hulpvragen of tuinvragen in een jaar. Kunnen jullie een beetje aan die vraag voldoen? We proberen het wel, maar het is toch wel heel moeilijk om genoeg vrijwilligers te krijgen. We hebben wel, stel, hele goede vrijwilligers die meerdere tuinen doen. Ja. Daar zijn we dus ook heel erg blij mee. Maar één keer in het jaar proberen we ook een tuinendag te organiseren. Zodat we met een grote groep mensen, een grotere groep cliënten kunnen helpen met een tuin. Ja. Kun jij aangeven hoe het komt dat er steeds meer vraag is? Sociale netwerken van mensen worden steeds kleiner. Kinderen hebben het vaak druk, willen ook niet afhankelijk zijn van hun kinderen.
Vroeger had je nog wel eens dat iemand van de thuiszorg of iemand eromheen iets deed. Dat wordt ook steeds minder. Dat mag al helemaal niet meer. Mensen hebben ook minder financiën. Sommige mensen konden vroeger nog wel een hovenier bekostigen. Nou ja, dat zie je ook steeds minder. Dus ja, men is steeds meer afhankelijk van de vrijwilliger. En naast de tuinen, want dat wil ik er nog wel even bij zeggen, wat wij ook merken ook bij de oudere mensen, naast dat ze hun tuinen niet kunnen doen, worden ze ook vaak eenzamer. Dus de vrijwilliger komt vaak niet alleen voor de tuin, maar ook voor het praatje en het beetje in de gaten houden. Dus dat is nog een extra wat erbij komt. Rondom dementie, eenzaamheid, tuinieren voor een ander, oudermishandeling, omgaan met niet aangeboren hersenletsel. Tuinen, dat is een onderdeel van wat jullie hier doen? Ja, tuinen is een onderdeel. We doen boodschappen voor mensen, administratie aan huis, kastjes in elkaar zetten. Soms ook gewoon bezoekdingen, hè. Dus een kopje koffie drinken bij mensen. Ook die vraag wordt steeds groter. Dus we zeggen eigenlijk overal ja op. Een tijdje geleden belde een mevrouw, haar hondje was overleden. En die wilde heel graag in de tuin begraven, kon dat niet zelf. Ach. En hebben we een vrijwilliger voor gevonden. En die heeft een begrafenisritueel gedaan in de tuin met de mevrouw om het dode hondje te begraven. Dus dat doen wij ook. En ik ga weer op pad om te zorgen dat we straks ook echt 7 tuinen kunnen opknappen. Ja, gesloten, maar niet voor ons. Hier zit een kweker en ik heb hem eerder gebeld en gevraagd of hij ons kan helpen. En hij wist nog niet zeker, maar hij wilde er wel over nadenken. Hoi, Margreet. Goedemiddag, Adriaan Post. Hoi, fijn dat we mogen komen. Wat heb je een mooi plekje. Dankjewel. Ik denk dat het hier leuk is om langs te komen. Dus. Ja. Wat hebben jullie allemaal voor planten? We verkopen lavendeltjes, dat is een heestertje, maar ook coniveertjes en vaste plantjes en bomen. Wat is jouw lievelingsplek? Ik vind daar staat de groene tent. Ja, een huisje staat er. Een huisje van. En dat is wellicht wel leuk om te zien. Oh, wat leuk gedaan. Alle kipjes erbij. Nou, de kippen die slapen hier ook. Oh, nee joh. Ja, dit is de stok waar ze op slapen. Ja, en meestal op de bovenste. Leuk zeg. Ik heb al wel wat gehoord van een tuin waar aardig wat hortensia's in moeten. Ik weet van veel bodembedekkers, daar zijn de jongens erg van. Ik weet van af en toe een fruitboompje. Kun je ons daar een beetje mee helpen? Ja, zeker. Ik kan wat laten zien. Er zijn verschillende soorten hortensia's. Ja. Je hebt bolvormige hortensia's. Ja. Schermvormige hortensia's. Oh, wat en je hebt ook nog hortensia's met... Met het kleinste erin, ja. Ja, maar met speciaal blad. Ja. Die komt echt zulk groot blad in. Je hebt pluimhortensia's. Dat zijn deze. Je hebt ook nog eikenbladige hortensia's. Die staan hier zo. Ja, dus eigenlijk zeg je... Wow. Er zijn heel veel soorten hortensia's. Ja, dus als die jongens alleen hortensia's aan me vragen, dan weet je niet genoeg. Nee. Nee. En ik moet ook nog wat zeggen over de kleur. Want er hangt hier allemaal een mooi kaartje aan van dat deze roze zou zijn. Ja. Zou zijn, maar, zeg je al. Zou zijn, maar het ligt aan de grond. Voor hetzelfde geld wordt die blauw. Echt waar? Dat kan echt. En het is niet dat je er een stuivertje bij moest doen, wat nee, mijn oma vroeger dat zei. Dat zei ze vroeger, maar dat werkt niet altijd. Wel soms, maar niet altijd. Okay. Zou je er straks een paar voor ons kunnen missen? Jazeker, ja hoor. Hoe zullen we dat nou doen? Ik weet nu nog niet exact wat ik allemaal straks in het voorjaar nodig heb. Ja. Mag ik gewoon bij iedere tuin dus bellen en kijken of jij ons kunt helpen? Ja, dat kan. Dan kijken we per tuin wat wij kunnen doen. Ja, en dan zeg je ook als het te veel wordt. Dan zeggen we als het, als het genoeg is. Dankjewel. Ik ga me bellen. Dankjewel. Het allerliefste hadden we alle tuinen opgeknapt van alle mensen die ons geschreven hadden. Maar dat halen we niet. Maar wat is het fijn dat we veel mensen kunnen gaan helpen dit jaar. Ja, we kunnen niet iedereen helpen. Maar wat we wel gaan proberen is in ieder geval heel veel tips te geven. Zodat mensen waar we niet komen, er wel zelf mee aan de slag kunnen in de tuin. Ja, want een heleboel mensen hebben hulp nodig. Zoals Annie uit Ondiep in Utrecht bijvoorbeeld. Daar gaan we volgende week aan de slag. Ik moet eerlijk zeggen, toen hij wegviel, ja, dan ging ik wel buiten zitten. Maar dan had ik eigenlijk toch wel een beetje verdriet. Ik dacht van nou,
Wat doe ik hier eigenlijk in die tuin? Ja. De tegels liggen recht, ja, daar zijn ze heel lang mee bezig geweest. Er zit nieuwe aarde in. Ja. Het is een schommel voor de kleindochters. Ah, nee. Ja. Dat en nog veel meer zien we volgende week. Tot dan. Hoi. Wat is het goed dat we... Wat is het fijn... Wat is het super dat we zoveel mensen kunnen helpen dit jaar. Ik kijk gewoon niet meer naar jou. Ga je toch lachen? Ik lach niet meer. Nee.